Hoe ziet u deze formatie voor zich eigenlijk? Nou ja, er is natuurlijk een verkiezing van ongenoegen geweest, waarbij heel veel kiezers eigenlijk hebben gezegd dat ze geen moer vertrouwen hebben in wat er in Den Haag gebeurt. Mm-hmm. Dat kun je heel partijpolitiek vertalen. Dat doen politici natuurlijk ook altijd. Maar ik denk dat de grote opdracht is om een kabinet te maken wat dat vertrouwen kan herstellen. Dat is niet alleen beleid, dat is ook een manier van werken. En het idee dat dat nou meteen alweer een valse start heeft, dat is toch wel heel sombermakend, vind ik. Ja, aan de andere kant, het gaat om 2-3 dagen. Het is ook niet per se het einde van de wereld, toch? Of... Nee, zeker niet. Maar mijn punt is eigenlijk, ik hoop dus dat mensen beseffen dat de politiek een onderdeel van het probleem is. Dat het dus niet alleen maar het beleid van Rutte is of Rutte, maar dat ook de politiek zelf de mensen weinig vertrouwen geeft. En in dat opzicht past de politiek dus ook wel een zekere terughoudendheid. En in de allereerste plaats dus een poging om een andere start te maken. Ja. En ik denk dat als je kijkt wat voor type partijen hier dan om tafel gaan zitten, nog even los van de positie die de VVD heeft ingenomen, Ik beschouw dat als een behoorlijk ingewikkelde opdracht, hoor. Waarom? Nou ja, omdat natuurlijk de PVV de kost verdiend heeft met het aanjagen van angst en van tegenstelling in de samenleving. Maar Omtzigt heeft een fundamenteel andere positie gekozen. Die wil eigenlijk dat Den Haag anders gaat functioneren. Heeft daar ideeën over. En de BBB is natuurlijk op de golven van het boerenprotest opgekomen. Dus de wortels van die partijen zijn heel verschillend. En ik denk dat, je ziet het aan de opstelling van de VVD, de vraag, kun je na een nederlaag en na eigenlijk het afwijzen van die 13 VVD-jaren door de kiezer, Kun je dan zomaar aanschuiven. Dus daar zitten over de aard van de binding tussen die partijen, Vind ik een behoorlijke puzzel. Ja. Bespeur ik nou enig begrip voor de positie die mevrouw Jisselgus kiest? Ja, ik ga er even vanuit dat in de VVD-fractie behoorlijke verschillen van mening bestaan over wel of niet met de PVV. Ja. En ik ga ervan uit dat haar poging om los te komen van Rutte, ja, dat gaat natuurlijk niet in een paar maanden lukken. Nee, dus? En wat hier gebeurd is dat dus de VVD staat voor een soort glijbaan waar ook de Partij van de Arbeid en ook het CDA vanaf gegleden zijn in hun bestaan. Hmm. Namelijk, als je 13 jaar regeert, dan kun je echt heel laag eindigen. En wat zij denk ik probeert, is een positie te vinden waarin ze weer een nieuwe rol kan opbouwen. En daar past haar opstelling wel bij. Namelijk, ik wil wel een rechtskabinet helpen. In het zadel helpen. Ja. Maar ik wil ruimte houden om mijn eigen positie uit te bouwen. Ja, nou, Mark Rutte steunt haar opstelling ook. Het zou zomaar kunnen dat hij er ook iets mee te maken heeft met die opstelling. Denkt u niet? Ja, ik heb geen flauw idee hoe die contacten zijn. Ik heb de indruk dat zij echt serieus geprobeerd heeft een eigen positie op te bouwen. En dat is nu niet gelukt. Nee. Maar dat moet wel lukken als ze de handen vrij kan houden. Maar goed, u zegt net Wilders is groot geworden op basis van onbehagen. Hij zal zeggen, eindelijk luistert er iemand naar het volk. Ja, dat bij mij ligt dan het criterium. En is dat wat je voorstelt, helpt dat dan om het ongenoegen weg te nemen? Nou, als je aan de macht komt en je gaat regeren en je voert een paar plannen door die jij heel graag doorgevoerd wil hebben, waar mensen zich zorgen over maken, bijvoorbeeld migratiestromen, dan misschien wel. Ja, als je eerlijk een onderscheid zou maken tussen asiel en arbeidsmigratie, dat is een heel fundamenteel verschil, dan heb je een kans om daar een oplossing te vinden. Maar tot dusver heeft de PVV eigenlijk alleen maar asiel, integratie, arbeidsmigratie op één hoop geveegd. En eigenlijk, en dat woord van de Nederlander suggereert ook dat de van oorsprong hier niet geborenen, dat die de schuld is van vraagstukken waar wij mee zitten. En het vraagt dus, u hebt gelijk, op het moment dat je constructief iets gaat doen, kun je ook ongenoegen wegnemen. Ja. Maar ik betwijfel eerlijk gezegd of een partijen die eigenlijk groot geworden zijn met de kont tegen de krip te gooien, of die de stap naar serieus besturen, of die daartoe in staat zijn. Maar dat moet geprobeerd worden, want hij is wel heel groot geworden. Ja, geldt dat trouwens ook Pieter Omtzigt en zijn partij? Nou ja, bij Pieter Omtzigt weet je geloof ik wel dat de aanleiding om dit zo te doen in dieper gelegen opvattingen ligt. Dat is een serieuze zaak bij hem. Hij heeft zich natuurlijk in het midden van de politiek gepositioneerd. Dat ligt mij een beetje op van achter, van we buigen niet naar links en we buigen niet naar rechts. Als je dat doet en je gaat vervolgens voluit regeren met een toch min of meer extreemrechtse partij, dan loop je enorme risico's. Hij weet dat ook. Dus ik denk dat voor hem, net als voor mevrouw Jisselgus geldt, dat de aard van de binding nog een heel lastig vraagstukje wordt. Ja.